Wij zijn Timon en Agnes en samen met onze kinderen toeren wij door de wereld in een camper. Wij geven thuisonderwijs, zoeken het avontuur en leven uit geloof. Gaat u met ons mee? Dit is schoolopwielen.nl. Vanuit Gibraltar reden we door naar een gratis camperplaats in San Diego, vlak naast de zee. Je kon de rots van Gibraltar in de verte zien. Maar helaas was de plaats helemaal vol, dus door. Dit was eveneens een gratis parkeerplek die we per ongeluk vonden. Het bleek vlak naast het strand te zijn, lekker rustig. We zijn hier één nachtje gebleven. Het was bloedheet op het strand. Je kon niet lopen op het zand. Dan deden je voeten zeer. De kinderen zochten prachtige kiezelstenen langs het water. Sommige waren zelfs groen van kleur. Agnes wilde graag naar Ronda, dus vonden we een parkeerplaats aan de rand van de stad. Het was een behoorlijke rit om er te komen, steile bochten en een flinke klim tot 1500 meter. Maar de rit was oogverblindend mooi. We kunnen iedereen aanraden om Ronda te bezoeken. Mooi hè, hoog. Mama is aan het rijden en wij zitten lekker aan het tekenen, Chuck en ik. Moet je kijken wat ik aan het tekenen heb.
getekend heb. En wat heeft Isaac getekend? Vliegtuig die opstijgt. Ja. Hartstikke mooi. We hebben een jaar lang zijn we overal geweest, op gevaarlijke plekken, op minder gevaarlijke plekken, berglandschap, vlak, van alles meegemaakt. En Jona die zit 1 minuut op de step en ongelooflijk. Hoe zie je eruit? En je hebt kans dat het in een paar dagen alweer heel goed oogt. Maar moet je kijken Jona, wat heb jij nou weer gedaan? Daar paarden. Ja, daar is een paardje. Ja. We gaan naar Maartje. Kijk, daar staat de camper. Aan de rand van Ronda. Heel stijl om hier te komen. Maar ja, dan heb je wel wat. Kijk, het is een stukken bank. Ja, bankje stuk. Ja, aan de rand van de stad is alles stuk.
Dat is een les. Aan de voorkant ziet alles de picobello uit. Dan hebben ze zelfs het gras met een heel klein nagelschaartje precies afgeknipt. Maar aan de achterkant van de stad, daar ligt het zwerfvuil. Daar laat ze het gras groeien. Daar zijn de hekken scheef en kapot. En dat is bij mensen ook zo, hè? Aan de voorkant zien ze de picobello uit. Dan denk je, nou, die mensen die lachen de hele dag. Die zijn stralend, ze gaan naar de kapper. Ze hebben mooie kleren aan, ze ruiken lekker naar Chanel nummer 5. Maar van binnen is het allemaal gitzwart. Het was een beste klim om het centrum van Ronda te bereiken. Hoewel we maar 10 minuten van het centrum verwijderd waren. Jona, Jona, geef maar aan die meneer. Geef maar aan de meneer geld. Centje, geef maar aan de meneer. Het merendeel van de toeristen loopt naar de zeer bekende brug in Ronda. Maar als je de stad langs loopt, kun je aan alle zijden het dal ver inkijken en de brug vanuit allerlei perspectieven bekijken. De binnenstad is ook erg mooi. Allerlei steegjes met huisjes, balkonnen, heggen, bloementuinen en vijgenbomen. Heel gezellig. Deze? Ja, lekker. Veel met de roze.
Ze zijn zo koud, dus ze kunnen, kan nog wel even warm worden. Kom maar even lekker in de wagen zitten, Jone. Zo, moet je eens kijken wat een uitzicht, jongens. Er zit gewoon een schaduw van de wolk op de berg. Kijk hoe mooi. Zie je die schaduw bewegen? Nee. Zo, dat was onze eerste kennismaking met Ronda. Ja. Een hele mooie stad, maar heel klein. Ja. Voor mijn gevoel. We waren er zo doorheen. Ja. En dan heb je die hele mooie brug. Die Ronda-brug. Dat is een hele hoge brug. Ja, door de berg heen. Ja, en dan zie je dan zo'n watervalletje doorstromen. Dus dat gaan we morgen nog even bekijken. En mama heeft haar kopje, hè. In elke stad wordt er een koffiekopje gekocht. Ja. Dus ze hebben ook Roma. Dus wat hebben we nu? Barcelona, Valencia, Sevilla, Cordoba. En Ronda. En Gibraltar. En Gibraltar. Ja, Gibraltar is echt een heel ander kopje. Ja. Dat is een ander land. Ja. En Valencia. Ja. En we zijn vanochtend naar de kuik geweest, hè? Ja, hartstikke leuk. Ja, aan het eind van de kuik zeiden ze, we gaan samen eten. Komen jullie ook? Toen hebben we mama opgehaald. En Jona en Isa. En Christophe. En het was heel gezellig, hè? Ja. Er stond allemaal eten op tafel. Lekker gegeten. Op de derde dag ben ik zelf Ronda nog even omgelopen. Het was bloedheet, maar het was zeker de moeite waard. In Ronda heb je straatartiesten die echt sfeer brengen aan de omgeving. De muziek past goed bij het geheel. Nou gaan we weer weg uit Ronda, jongens. Ja! Dat was wel een hele mooie stad, hè? Ja! We hebben heel veel van gezien, met die mooie brug, hè? Ja, en we hebben nog slush gehad. Lekker veel slush. En een patatje. Ja. Hè? Ja, en lekker eten. En het was een mooie gratis plaats. Lekker rustig, hè? Mooie stad. En wat hebben we gisteravond gezien? Een? Vos. Ja, een vos. Heel dichtbij, hè? Ja. Dus toen sliepen jullie al, maar papa en mama zagen dat. Maar hele mooie stad. Ik denk dat toch wel in onze top 3 van camperbestemmingen. Hè? Ja. Sowieso gratis. Dus dat is heel prettig. Maar 10 minuutjes lopen en je bent in de stad. Dat is snel. Ja, en niemand die je hier stoort. Je kan lekker 's avonds even je stoeltje buiten zetten. Sommige Nederlandse mensen in de stad. Ja, heel veel Nederlanders, Duitsers. Engelsen. Fransen. Ja. Maar weinig Spaanse. Ja? Weinig Spanjaarden? Ja. 150 meter, ga rechts naar Corio Zero in Rio Fernandez-Baca. Daar gaan we weer, Agnes. Ja. Dat was een mooie plaats, hè? Hier. We gingen na 5 dagen met tegenzin uit Ronda weg. Het was zo prachtig mooi daar. We moesten echter wassen, douchen en zwemmen, dus besloten we flink door Andalusië heen te rijden. Thank you.
Omdat we eerst boodschappen moesten doen en Agnes over allerlei smalle wegjes moest rijden, liep het allemaal enorm uit en kwamen we in het donker aan op de camperplaats Narnia geheten. Niet voorbij rijden. De navigatie gaf aan dat de camperplaats rechts van de weg lag, maar links was er een bordje camping. Ja, camping. U hebt rechts uw bestemming bereikt. Rechts. Ja, rechts. Ik besloot dus omhoog te lopen. Er was wel een terrein, maar het had net zo goed een bouwplaats kunnen zijn. Aan de rechterzijde stond een bordje Narnia, dus besloten we maar rechts de inrit in te rijden. Daar ging het mis. Toen Agnes eenmaal het steile betonpad naar beneden reed, bleek er bar weinig ruimte te zijn om te draaien. De trekhaak schuurde over het beton en zat muurvast. Daar stonden we dan. De camper en aanhanger scheef naar beneden en helemaal vast. Aangezien het pikdonker was, besloten we eerst te bidden. Ineens stond de eigenaresse naast ons, die zei: hier moet je niet wezen. Dat begrepen we. Toen zij begreep wat er aan de hand was, riep ze haar man die ons vervolgens hielp. De aanhanger moest leeg. Daarna reden we achterstevoren met de camper omhoog. De trekhaak schuurde over het beton. We roken een brandlucht van steen. Gelukkig lukte het en kwamen we los. Om 1 uur konden we eindelijk naar bed. Nou, het is natuurlijk een hele mooie locatie, maar ja, het is vrij lastig om hier met de camper te komen. Kijk, een busje is wel handig, het gaat wel, maar hier zitten allemaal gaten, het is heel ongelijk, vrij steil. En dan kom je in het donker aan en dan zie je het allemaal niet goed. Eergisteren, ja. Dan kwam natuurlijk 's avonds aan, dan zag je wel een bordje camping. Ik ben hier ook omhoog gelopen. Maar ja, ik herken dat er geen camperplaats in. En als je hier zo verder loopt, we stonden hier. Als je dan zo verder loopt. Daar is een ezel. Kijk, hier zie je de strepen nog. Zie je? Hé, hey, hier zo. Oh ja, hier van. Hoewel we erg dankbaar waren dat we geholpen zijn, besloten we de volgende dag toch om door te rijden naar een wat grotere camperplaats met wasmachine en douche. We vonden Alcala. De route erheen was eveneens oogverblindend mooi.
20. Dat is een mooie prijs, hè? Ja. Dat is een hele mooie prijs. Nog niet zo laag meegemaakt. Nee. 1,44 was ik al blij mee. Ik heb 1,39 nog gezien, maar 1,29. Als we onderweg zijn, nemen we af en toe bij een tankstation een kopje cappuccino. Nou, dit is nog eens een kopje cappuccino, hè. 1,50. En dan gaat de espresso tot hier. Warme met melk, slagroom bovenop en dan een soort cacaopoeder. Ocala was een echt geweldige plaats. Op de camperplaats waren douches, een speeltuin, wasmachines en drogen. En we spraken allerlei andere camperaars en we konden hier flink wat uitdelen. Wat hè? 7 appels. Ga jij verdelen? Ja. En hoe noem je zo'n appel? Manzana. En hoeveel zitten erin? Zitten. Goed zo. Volgende keer gaan we 2 steden bezoeken en krijgen we natte voeten. Bedankt voor het kijken. Dit was schoolopwielen.nl. Hasta próxima. Adios. Sluiten!